Hoi allemaal! Het is alweer heel lang geleden dat ik een mama-update deed, dus het is hoog tijd dat ik er weer eens eentje doe. Het is het nieuwe jaar. Yay! Happy 2017! Het is alweer even het nieuwe jaar, maar mijn eerste mama-update in dit jaar. En ik ga vandaag weer een beetje vertellen hoe het met Niels gaat en ook een beetje hoe het bij mij gaat. Misschien eventueel, weet ik nog niet. Zoals altijd is het weer gewoon een lekkere kletsvideo. Dus laten we gewoon beginnen. Ik weet niet waarom ik zo raar uitzie. Het licht is ook waardeloos, want het is echt super mistig vandaag. Maar ja, mijn moeder is nu met Niels wandelen, dus this is the moment. Om te beginnen. Niels is nu 1 jaar en alweer bijna 1 maand oud. Ik neem dit nog op in 2016, want ik wil proberen mijn hele kerstvakantie vrij te zijn. Is niet gelukt, want ik film dit in de kerstvakantie. Maar ik wilde in ieder geval proberen dan de tweede week van mijn kerstvakantie helemaal vrij te zijn. Dus ik neem het nu op in de eerste week van de kerstvakantie. Dus op het moment dat ik dit vertel is Niels bijna 1 jaar en 1 maand. Ik vlog tegenwoordig wekelijks. Dus als je benieuwd bent naar meer een inkijkje in zeg maar, het hele leven, dan zou ik vooral eens naar mijn vlogs kijken. Komen elke zondag online tegenwoordig. Zou ik super leuk vinden als je een keertje komt kijken naar wat ik zo al beleef. Naast dat ik gewoon even voor de camera zit en dingen vertel. En dan zie je natuurlijk ook heel veel van Niels voorbij komen. En vandaag ga ik gewoon weer wat meer over hem vertellen. Zijn eerste verjaardag was ontzettend leuk. We hebben het 2 keer gevierd. 1 keer voor mijn kant van de familie en 1 keer voor Sven's kant van de familie. Omdat we zoiets hadden als we dat allemaal tegelijk doen. En het is ook nog vlak voor Sinterklaas. Dan wordt het gewoon wel heel veel allemaal. Dus we hebben het 2 keer gevierd. Maar eigenlijk hebben we maar 1 keer gevierd. Want de andere keer was hij ziek. Dus dat was heel jammer. Op zijn verjaardag met mijn familie. Die was ook bij ons thuis. Was heel leuk. We hadden een taart. Ik had een taart laten maken bij de HEMA. Met zo'n foto van hem erop. Was echt super schattig geworden. En was nog lekker ook. Niet heel onbelangrijk. En iedereen kwam en ik had, daar heb ik volgens mij over verteld, ik had gewoon een aantal grotere cadeaus gevraagd. Zeg maar per groep eigenlijk 1 groot cadeau. Zodat mensen die het niet wisten of gewoon die het makkelijk vonden, dat die aan een groot cadeau mee konden doen. Omdat ik zoiets had, ik wil niet dat iedereen hele kleine cadeautjes voor hem koopt. Want dat is gewoon, is alleen maar extra zeg maar prikkels om hem heen. En hij heeft op zich genoeg spullen. Dus ik dacht, het is dan leuker als hij gewoon een paar goede cadeaus waar hij echt lang mee kan doen. Dan heel veel kleintjes, bijvoorbeeld boekjes en knuffels. Dat is super leuk, maar dat heeft hij ook al best wel veel. Dus wat ik dan vaak doe is dat ik het zeg maar afwissel. Dus dan weer een paar boekjes neerleggen die hij even niet heeft gezien. En dan wist ik dat weer, zo, dat wist ik dan steeds om, net als met knuffels. Behalve natuurlijk zo'n vaste knuffeltje. Ik had zoiets van, ik wil liever een paar grote cadeaus. Dus aan mijn kant van de familie hebben mijn ouders hebben een hele grote auto gegeven. Wat ik volgens mij al eerder gezegd, een tip van het kinderdagverblijf waar Niels heel graag mee speelt. Als ik het kan vinden, doe ik even een plaatje toevoegen. En het andere cadeau heb ik even gepakt. En dat is deze, want die hebben we net binnen. En dit is een loopfietsje. En deze kan je in 4 standen zetten. Dit is de laagste stand met 2 wielen. Dan kan je hem ook nog met 1 wiel doen. En dan kan je zeg maar dit frame omdraaien en dan heb je nog 2 standen. Super leuk. En natuurlijk kregen we ook nog losse cadeaus. En dat is ook hartstikke leuk, maar ik ben echt gewoon heel blij met dit grote cadeau. En aan de kant van Sven's familie hebben we het IKEA keukentje gevraagd. En dat heb ik helemaal gepimpt. Dus als je daar benieuwd naar bent, ik heb het helemaal gecustomized zeg maar, voor ons huis. Dat het daarbij past. En gewoon dat het anders is dan het standaard keukentje. En hij is er echt super blij mee. Net zoals met dit visje, maar dit heeft hij pas gisteravond geopend. Dus dat was altijd een beetje langer leeftijd. Maar dat keukentje speelt hij heel graag mee. En waar hij ook heel graag mee speelt is de Little People boerderij. Die hij van ons heeft gekregen. Van Sven en van mij. En dat vindt hij ook prachtig. En daar zal ik ook nog even een fotootje van in doen. Maar kortom, de cadeautjes waren zeer geslaagd. Het allerleukste vond hij nog de kaart met muziek en licht van Boomba, de clown. Ik ben zelf niet zo'n enorme Boomba fan, maar Niels kijkt het nooit, maar hij vond die kaart fantastisch. En deed hem open, er kwam geluid en lampjes. Prachtig. Dus dat was een groot succes. Hij heeft zelf, had ik een keetje voor hem gemaakt met slagroom. Dat hij het gewoon makkelijk kon wegeten met spikkeltjes. En natuurlijk een eerste verjaardagskaarsje. En al lachend kwam dat keetje er 's avonds in de wasbak weer uit. Toen we hem even aan het afspoelen waren.
Maar het was een hele geslaagde verjaardag, heel gezellig. Hij snapte er natuurlijk helemaal niks van, maar het was leuk. En nou, die week daarna is hij eigenlijk bijna de hele week ziek geweest. En eigenlijk de week daarna, hij is bijna 2 weken ziek geweest. Lag natuurlijk niet aan die verjaardag, want het was vanaf donderdag. En zijn verjaardag vierde op een zondag. Maar echt wel hoge koorts. Uiteindelijk ook antibiotica gehad, wat we eigenlijk liever niet wilden. Maar op een gegeven moment, het ging gewoon niet over. En na bijna een week koorts hebben we er toch voor gekozen. Ook omdat hij sliep slecht. En hij was gewoon echt heel verdrietig. Hij lag alleen maar tegen ons aan sip te zijn. Dus toen zijn we toch voor de antibiotica gegaan. En dat hielp gelukkig heel goed. En ik moet zeggen, ik klop het even af. Maar sinds een week of twee, dus ik heb het nu dus eigenlijk alweer een maand geleden, maar sinds een week of twee is hij echt weer zo zijn eigen blije, eierige zelf. Zo leuk, zo vrolijk, zo gezellig. Kletsen, lachen, echt heel fijn. Dus ja, we merken het gewoon in alles dat hij gewoon weer veel blijer en vrolijker mens is. En dat hij eindelijk een beetje van het hele tijd gekwakkel af is. Dus hij zat blijkbaar de hele tijd al aan te kopen dat hij echt even flink ziek moest worden. En dat hij daarna echt in één streep weer helemaal omhoog. Hij is wel in die tijd veel afgevallen. Je ziet gewoon, je zag dat zijn babyspekjes verdwenen. Ze is ziek, soms armen, zeg ik altijd. Maar goed, hij is nu hartstikke blij. Hij eet als een bootwerker. En wel kieskeuriger dan eerst, dat moet ik wel zeggen. Maar dat schijnt te zijn dat ze vanaf hun eerste jaar minder, minder honger hebben. Waardoor ze denken van, ja, ik ga gewoon niet alles eten. Gewoon geef mij maar wat ik lekker vind. Niels wil dus alleen maar bananen. Alleen maar bananen. We hebben nu de bananen thuis verstopt. Want als hij bananen ziet, wil hij bananen. Dus ja, we stoppen de bananen en af en toe krijgt hij een banaan. Maar niet elke dag en ook niet meerdere keren per dag. Maar goed, dus zijn verjaardag. De tweede deel van zijn verjaardag ging dus helaas niet door omdat hij ziek was. Sinterklaas snapte hij ook geen fluit van, maar vond hij ook heel leuk. En nou, wat ik zei, ziek geweest. Dus het was een roerig maandje. Tenminste, vlak voordat hij 1 werd, heb ik volgens mij nog een update gegeven. Hij heeft ook een tijdje heel slecht geslapen. En achteraf komt dat denk ik vooral omdat hij ziek was. Maar wat ik in die tijd wel heb gedaan, we hadden altijd nachtlampjes. Maar de ene die gaat gewoon een bepaalde tijd aan en op een gegeven moment dan weer uit. En de ander die we hadden, die stond de hele nacht aan. Maar die batterijen gingen echt super snel leeg daardoor. Dus ik heb dit gekocht. En dit is van Alecto. En dit doe je gewoon in het stopcontact. En dit geeft een blauw lichtje. En is ook heel fijn voor iedereen die 's nachts spenen moet zoeken. Want ik zie echt geen fluit 's nachts. En dan hebben we wel van die lichtgevende spenen. Maar soms liggen ze op zijn kop en dan ziet het alsnog niet. Maar dus deze is voor zowel moeder als kind heel handig. Maar deze doen we in stopcontact. En ik weet niet of het helpt, maar hij slaapt sindsdien beter. Wat we ook hebben gedaan is een knuffel bij ons in bed gelegd. En die daarna bij hem in bed gelegd, waardoor het iets meer naar ons ruikt, zeg maar, 's nachts. Ik weet niet of het helpt, maar we laten het nu maar zo, want hij slaapt een stuk beter. En ik heb hem ook iets warmer aangekleed, omdat ik niet het idee had dat hij het koud had, maar ik dacht, better safe than sorry. Dus dat. Ik had hier nog iets neergelegd. Oh ja, we zijn overgestapt op andere luiers, daar wil ik ook nog even over hebben. Namelijk Ethos, de 4+. We hadden altijd Pampers, hebben we eigenlijk nog steeds, in ieder geval voor de nacht. En als er echt goede aanbiedingen zijn, maar anders haal ik gewoon bij de Ethos luiers. Ze zijn hartstikke leuk met Woezel en Pip erop, heel gezellig. En ze doen het echt prima. En het is een vrij slanke pasvorm, wat ik wel fijn vind, omdat Niels vrij lang en slank is. Dus ja, vind ik eigenlijk wel een aanrader. Een stuk goedkoper en ja, werken prima. Maar voor de nacht merk ik dat ze soms net iets zwak zijn. Ik ben heel benieuwd naar jouw tips, want ik merk zelfs dat nu de Pampers Baby Dry, dat zelfs die eigenlijk niet hem de hele nacht droog houden. Dat hij soms echt tot hier gewoon drijfnat is van plas. Ja, je kan zeggen minder drinken, maar dat lijkt me niet de juiste oplossing. Dus betere luiers, lijkt mij. Ik hoor al goede verhalen over de kruidvatluiers. Laat me even weten of jullie daar ervaring mee hebben of met andere luiers waarvan jullie zeggen, die werken bij mijn kindje heel goed om de hele nacht droog te blijven. Want Pampers Baby Dry was heel goed tot, ik zeg een week of wat geleden, laten we zeggen 3 weken of zo. En sindsdien zit hij vaak gewoon tot hier onder het plas. Niet zo fijn voor geen van de partijen, want dan wordt hij vroeg wakker omdat hij dan helemaal nat is en koud. Terwijl hij eigenlijk nog moe is. Daarover gesproken, slaapjes.
Ik wil al een tijdje naar één slaapje per dag, omdat hij vaak 2 à 3 kort slaapjes doet. En ik heb ze altijd liever clusteren. Alleen, ja, hoe ga je dat aanpakken? Dus ik heb besloten dat in de vakantie te gaan invoeren. Want dat leek me, dan hebben we allemaal de rust ervoor om dat te doen. En tot nu toe gaat het eigenlijk best wel aardig. Vandaag even iets minder. Maar we hebben het vanaf eigenlijk de vrijdag voor de kerstvakantie doen we het. En het is vooral 's ochtends heel lastig, omdat hij 's ochtends vaak al vrij snel weer moe is. Maar dat is dus ook omdat hij vaak net iets te vroeg wakker wordt. Dus we proberen hem 's ochtends echt tot 7 uur te laten liggen. En ook als hij dus al wakker is, gewoon in zijn bed laten liggen. En tenzij hij natuurlijk een drijfnatte luier heeft, uiteraard. Nou, normaal was hij om 8:30, 9 uur weer moe. Maar wat ik dan doe is een fruithapje geven. En als hij dan weer moe wordt, en dat is meestal rond een uurtje of 10:30, 11, dan gooi ik er nog iets te eten in. En daarna natuurlijk lunch. En dan gooi ik hem in bed, zeg maar. Klinkt een beetje bruut, maar dan leg ik hem lekker in bed. En tot nu toe lukt het eigenlijk wel goed. Houdt wel in dat hij nu meer eet, maar hij heeft nu sowieso ook het idee dat hij, omdat hij zo slecht gegeten heeft, omdat hij ziek was, dat hij gewoon nu even extra honger heeft. En kijk, dat eten, dat geloof ik wel, dan krijg je wel weer gewoon een ritme. Dat slapen heeft nu even mijn prioriteit. Je moet ook niet alles in één keer proberen. En ik kreeg de tip van dat eten kreeg ik van een meisje uit de zwangerschapsclub. En die heeft dat gedaan en dat werkte heel goed, omdat ze dan natuurlijk, ze zijn moe, dus als je eten geeft, krijgt ze weer een beetje energie. Dus dat werkt eigenlijk wel, dus dat proberen we nu. En 's middags gaat het sowieso beter, want 's middags is hij vaak iets minder moe. Ik moet zeggen, vanmorgen was hij wel moe. Dus toen heb ik hem wel in bed gelegd, omdat ik echt dacht, ja, hij was echt vroeg alweer moe. Dus ik dacht van, hij is gewoon een beetje, door alle kerst en dingen, is hij gewoon een beetje extra moe. Dus ik heb hem vanmorgen wel in bed gelegd, maar alsnog heeft hij vanmiddag 1,5 uur geslapen. En dat is voor hem echt lang, want normaal slaapt hij 3 kwartier. Dus super blij mee. Dus we gaan het gewoon morgen weer een verse dag. En morgen gaat hij naar de kinderdagverblijf. Maar dan ga ik het dus ook aangeven. Probeer maar gewoon 1 slaapje. Ik ben heel benieuwd. Dan verder zit ik even te denken. Oh ja, tandje 5. Hij had natuurlijk 4 tegelijk. En nu is tandje 5 is zeg maar de eentje daarnaast weer. Of eigenlijk voor jullie is het dan die kant. Dus dat is heel, dat ging eigenlijk redelijk smooth. Hebben we weinig van gemerkt dat die kwam. Ineens had ik hem op zijn kop. Toen dacht ik, hé, een tandje. Op zijn kop, in ieder geval zo. Soms dan stopt hij iets in zijn mond wat niet in zijn mond moet. En dan moet ik dat eruit zien te halen. Hij eet bijvoorbeeld graag papier. Dus dat moet ik er dan uit zien te halen. En dan hou ik hem op zijn kop. Want dat is de enige manier waarop hij zijn mond open doet. Dus dan ligt hij maar zo en dan haal ik het eruit. En dan hopen dat hij niet bijt. En verder, het is zo'n wereld van verschil met de afgelopen maanden, waar hij gewoon echt af en toe gewoon niet blij was. Terwijl hij van zichzelf gewoon een heel blij mens is. Maar dat, ja, het lukte gewoon allemaal niet meer. En verder heb ik eigenlijk niet heel veel spannende nieuwe tips. Hij kletst heel veel. Ik versta er niet zoveel van. Hij zegt heel veel dies. En dan bedoelt hij die of dat of dit. Soms zegt hij ook wel een soort van ja. Of nee. hij kan ook heel boos krijsen. Zo van, als iets niet lukt, weet je wel, dan kan hij echt zo. Dat je denkt, oké, rustig aan. Of als hij iets niet wil, dan doet hij dat ook. Er komt zijn inner drama queen komt boven. Maar hij is wel veel knuffeliger ook geworden. De interactie is gewoon echt. Was al goed, maar is het gewoon nog beter geworden. Hij heeft een favoriet boek. Dat is We gaan op berenjacht. En wij hebben nog het oude boek van toen ik klein was. Superleuk. Dat is berenjacht in plaats van berenjacht. Dat is de oude spelling. Maar goed, maakt het hem uit. En dat staat bij ons in een kast. Omdat die prentenboek, wat ik al zei, houdt van papier. Dus dat eet hij dan op. Dus of scheurt hij. Dus dat verstoppen we. Maar hij weet waar het ligt. Dus soms dan gaat hij ineens gaat hij aan je been zitten trekken. En dan, nou, dan denk je, oké, wat wil je? En dan gaat hij ties. En dan gaat hij ergens wijzen. Dat je denkt, ja, wil je drinken? Wil je nou, dan haal je alles omhoog. En dan zeg ik, nou, laat maar zien. En dan gaat hij hoor, poep, 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 poep. En dan kruipt hij naar die kast toe waar het boek in staat. En dan gaat hij naar die kast wijzen. En dan weet ik dat hij dat boek wil hebben. En laatst wilde hij ook wel hem 2 keer gelezen krijgen. Dus en ik denk dat het vooral is door de special effects die ik erbij doe. Want het is, voor wie het niet kent, we gaan op berenjacht, we gaan een hele grote vorm. Een prachtige dag. Wij zijn niet bang. Oh nee. En dan bijvoorbeeld
een sneeuwstorm, een loeiende, laaiende zweeuwstorm. Ik weet even. Iets met een sneeuwstorm die koud is en zo. En dan staat er loeiele loei, loeiele loei. Nou, en dan doe ik dat loeiende loei. En dan ga ik heel hard in zijn gezicht blazen. En dan weer loeiende loei. En dan blaas ik weer in zijn gezicht. Nou, dat vind ik fantastisch. Of nou, het gaat dan door een struik, door een woud. Dus dan ga ik zo heen en weer. Nou, dat, volgens mij vindt hij vooral vanwege de special effects vindt hij het boekje heel leuk. Mijn moeder had laatst ook alweer een heel leuk cadeau. En dat was een boekje met de 50 meest gebruikte, of wat dan ook. Of, nou, was het 50 of 15? Nou, in ieder geval veel van de meest gebruikte. 15 volgens mij. Of 10. Nou, ik weet niet. Een aantal van de veel gebruikte liedjes op het kinderdagverblijf. En dat is heel leuk, want nou, ik ken in ieder geval, hap, 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 sok, sok, sok. Dat ken ik allemaal wel. Maar er zitten ook die ik niet ken. En die hij dus wel kent. En dan zit hij dus echt zo, weet je. Oh. Dus dan merk je gewoon dat hij dat liedje kent en dat leuk vindt. Dus mijn moeder heeft dat gekocht en die zingt dat graag met hem. Dus dat is ook heel leuk. Ook een goede tip. En ja, dat is het eigenlijk. Oh nee, laatste. Ik heb bij de IKEA heb ik ook een... Nou, niet ook. Ik heb een Stuva bank met la gekocht. Stuva is een hele lijn van met kinderkasten en dingen. En ik zag dat bij het kinderdagverblijf ook staan. En ik dacht, nou, dat vind ik wel handig, want het is een bank. Dus je kunt erop zitten, maar het is ook een tafeltje. Als je als wat ouder kindje, zeg maar. Of in dit geval heb ik er laden, kan je eronder schuiven. En dan kan hij daar lekker aan staan. En dan zit in de laden zit al het speelgoed. En ik heb dus een boerderij daar tegenwoordig op staan. En dat is super fijn, want Niels staat het liefst de hele dag. Hij loopt ook al aan mijn hand zo. Woep, woep, woep. Dat is schattig. Maar dan staat hij daar de hele tijd aan. Dan kan hij lekker spelen. En dan is het ook wat rustiger dat hij niet al het speelgoed om zich heen ziet. Want als hij dat de hele tijd ziet, dan zit hij 1 seconde met 1 spelen en dan met het ander. En dan wordt hij op een gegeven moment, stapt hij niet meer. Dus nu ziet hij dan gewoon bijvoorbeeld de boerderij. En dan zit hij daar lekker mee te spelen. En dat is echt... Ja, ook weer heel, heel, heel rustig voor hem, zeg maar. En hij vindt dat staan gewoon leuk. En voorheen was ons salontafeltje, maar dat werd op een gegeven moment te laag voor meneer. Dus toen wilde hij wat hoger. Dus toen werd het tv-meubel. Maar daar heb ik liever niet dat hij aanstaat. Want daar staan ook vaasjes en zo op en cactussen. Waar hij overigens gerust in knijpt en dan doet alsof er niks aan de hand is. Maar dit is dan ook weer een goede staarhoogte voor hem. En daar staat hij heerlijk aan. En je kan het dus op een gegeven moment ook uitbouwen. Nou, ik vind het helemaal leuk. Ik zal er ook nog wel een plaatje in proberen te doen. Maar kijk in ieder geval mijn vlogs. Want dan zie je al die dingen zeker voorbij komen. Voor het keukentje heb ik dus een aparte video gemaakt. Die is volgens mij vorige week zaterdag uit mijn hoofd online gekomen. Dus als je daar benieuwd naar bent. Nee, 4 januari is online gekomen. Dat is een woensdag, toch? Woensdag volgens mij. Nee, 7. De zaterdag. Ik ben een beetje in de war. Dus als je daar benieuwd naar bent, zou ik zeker even kijken. We krijgen er ook heel veel leuke reacties op. We zijn er zelf ook heel erg blij mee. Ja, dat was het volgens mij. Volgens mij heb ik weer genoeg gerateld. Oren van jullie kop gepraat. En had ik nog veel meer kunnen vertellen. Met mij gaat het trouwens verder prima. Geen nieuws onder de zon. Ik ben wel heel blij dat we weer goed slapen. Dat is wel fijn. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Oh ja, en hij zit nu niet meer in de Maxi Cosi, maar in de autostoel. De eerste normale formaat autostoel. Ja, dat is het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Mocht jij nog leuke tips hebben, deel ze vooral. Mocht je tips hebben voor goede luiers, let me know. En ik wil jullie nogmaals ontzettend bedanken voor het kijken. En tot snel. Doeg!